Het is zondagmiddag 12 uur, 11 februari. Tijd voor de aftrap. Leuk dat u er bent. Jongens, wat doen jullie in godsnaam? Hallo en welkom bij de eerste aflevering van de aftrap. Ook deze keer hebben we weer twee fantastische gasten weten te strikken. Allereerst Sonny Siloy, prijzenpakker van Ajax. 7 keer de kampioen geworden met Ajax. 4 keer de KNVB-beker. 3 keer Supercup. En ja, zeg het zelf maar, die komen er niet meer uit. 4 keer de KNVB-beker. Had je dat al genoemd? Of ja, niet? Dat had ik genoemd. De Wereldbeker, Champions League. Volgens mij Europa Cup 2, nog samen met Arnold. Ja, en Leipzig toch? Ja, Leipzig. En UEFA Cup, Europa League. Nou, dat is een mooi lijstje toch? Dat is, weet je wat het is? Je kijkt er nu pas eigenlijk naar terug, wat je eigenlijk gedaan hebt in die periode dat je voetballer was. Want als je voetballer bent en je wint dan prijzen, ja, dat is eigenlijk, zeker ook in de jeugd, dan win je alles. Ja, en nu win je prijzen. Ja, dat is, eigenlijk was dat gewoon. Ja. Maar nu ga je pas realiseren, nou, het was dus niet gewoon. Nee, absoluut niet. Nee. Naast je zit André Stuit, vlugverkeersleider van Schiphol. En natuurlijk ex-voetballer van FC Volendam. Ja. Volgens mij 4 seizoenen in de jaren 90, begin jaren 90, maakte hij deel uit van de selectie. Ja, 3,5 seizoen is een beetje. En wat mij bijstond waren de duels met Romario natuurlijk. Zeker, ja. Daar werd je vaak aan herinnerd. Ja. Leuke tijd gehad? Ja, geweldige tijd om terug te kijken. Veel goede contacten overgehouden van die tijd ook. Nou, sowieso in een team zo'n prestatie elke week te kunnen leveren, dat is natuurlijk geweldig om te doen. En daar heb je later ook nog wel wat profijt van in je verdere leven. En je bent nu een jaartje of 20 vluchtverkeersleider? Ja, het is niet vlucht, maar luchtverkeersleider. en dat doe ik nu in april doe ik dat 25 jaar. Dus okay. Zit ik al een tijdje op Schiphol. Tijd vliegt, hè? Ja, ja. Exact. Ja. En tegenover me zit mijn sidekick, Kees Kwakman. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Ja, goedemiddag is het eigenlijk, 12 uur. Ja, al goedemiddag. Ja. En jij hebt een vrijdagavond tegen de Graafschap. Je hebt zelf dan niet meegespeeld. Nee. 2-1 verloren, Kees. Ja, er waren wel kansen, toch? Voor Volendam. Ja, we begonnen niet goed aan de wedstrijd. De eerste helft was matig van onze kant. Alhoewel we wel 2 goede kansen hadden ook. Maar zij waren beter, beter veldspel. En we hadden een beetje moeite met hun soort van 4-4-2 systeem. Maar tweede helft hebben we het hartstikke goed gedaan. We begonnen heel goed. Meteen 2 goede kansen naar rust om op 1-1 te komen. Ja. Die 2-0 valt en dan moet je op een gegeven moment ruimte weggeven. Maar ondanks dat ook op het eind nog kansen gekregen. Een hele goede van Enzo om de aansluitingstreffer te maken. Ja, ja, die viel uiteindelijk pas in blessuretijd. Maar zeker de tweede helft hebben we het gewoon goed gedaan. En lastige uitwedstrijd natuurlijk, de Graafschap. Dus die kan je verliezen, maar achteraf gezien wel onnodig. Doelpunt viel eigenlijk wel te laat, hè? Ja, het was echt 92e minuut geloof ik. En dat was 3 minuten blessuretijd. Dus ja, toen hebben we hem nog 1 keer naar voren gepompt, die bal. Richting Tijet de Den die ingevallen was. Maar ja, er kwam uiteindelijk niks meer uit. Nee. Jammer. Ja, zonde, ja. Ja. Oké, heren. Alle 3 welkom. En Sonny, ik begin allereerst met jou. Sorry, André. Geen probleem. Maar verschil moet er zijn natuurlijk. Tuurlijk. Wat doe je tegenwoordig, Son? Nou, ik ben nog steeds werkzaam bij Ajax dan. Op een ZZP-basis. Op afroepbasis. En dan doe ik wat dingetjes voor in het buitenland. Het is meer buitenland gericht ook. Wij geven presentaties, we geven trainingen. We geven presentaties bij Ajax. Of we geven presentaties bij de club in het land waar wij worden uitgenodigd. Ja, toch weer bij je oude liefde, zeg maar. Nou ja, weet je. Ik heb verschillende cv's opgestuurd naar verschillende clubs in Nederland. En uiteindelijk krijg ik elke keer hetzelfde te horen. Je hebt te veel Ajax-achtergrond. Dus ja, oké, daar heb ik dus mee te maken. Als je dus meer dan 21 jaar, 22 jaar bij Ajax hebt gewerkt. En dan ook nog achtergrond dan dus krijgt elke keer. Ja, dan kom je niet verder. Dus je gaat dus dingen doen. Je gaat toch proberen een weg te krijgen of te zoeken bij Ajax. Om daar binnen te kunnen komen, daar wat te kunnen doen. Ja. Wat te kunnen betekenen. Dat is een nadeel. Ja, dat is een nadeel. Oh ja? Ja, dat is een nadeel. Sorry, zijn die trainingen dan richting die je geeft vanuit Cruijff, zeg maar? Of zijn het ook een beetje vanuit jezelf, van wat je gewoon als jaren als jeugdtrainer ook hebt ervaren? Je hebt natuurlijk mensen meegemaakt die dus
jouw trainingen aanleverde. Dus Van Gaal, Cruijff, dat zijn allemaal dingen. Nou ja, Cruijff en Van Gaal zijn de beste coaches die ik ooit gehad heb. En dat zijn allemaal trainingen die eigenlijk bij Ajax worden gedaan. Of het nou paasentrap is, positiespel. Positiespel was Johan Cruijff een meester in. En dat vind ik ook leuk om te doen. En zeker als je dus dan kinderen krijgt van 13, 12 jaar. En dan in het begin, dan doe je altijd eigenlijk een beetje special als coach. Laat je ze wat aanrommelen en dan neer gaat zetten. En dan zien wat je dan graag wilt zien. Ja, dat is dan leuk. Maar je doet het natuurlijk uit de naam van Ajax. En ja. Die hebben natuurlijk een tijdje met de Cruijff-methode gewerkt. Ja, dat doen ze nu eigenlijk niet meer. Is het dan niet ook dat Ajax zegt, nou, je moet het op die manier doen, maar je mag of gewoon je eigen, uiteindelijk, je eigen invulling. We hebben heel veel dingen gevraagd ook aan Ajax. Of we daar mogen kijken, of we mee mogen lopen met trainingen. Nou, daar heb ik dus helemaal geen antwoord op gekregen. Dus ja, je gaat je eigen, eigen weg. Ja. Eigen weg, wat je eigenlijk van die mensen hebt geleerd. Ja. En ja, het zijn niet de minste. En uiteindelijk is Ajax groot geworden en Barcelona groot geworden door Johan Cruijff en ook door Van Gaal. Dus ja, waarom zou ik dan niet de trainer van precies, Van Gaal en Cruijff kunnen doen? Want de 80e jaren is door Cruijff gedomineerd, eind 80. Nou, dat heeft Van Gaal overgenomen in de 90e jaren. Barcelona heeft in de 90e jaren, begin 90e jaren, is gedomineerd door Cruijff en uiteindelijk door Van Gaal. Dus ja. Wat is het verschil eigenlijk, het grootste verschil tussen die twee? Want jij hebt ze dus allebei gehad, dat is best nou, wel uniek ja, ook. Kijk, Louis is meer als team. Als team, hij gaat echt als team overweg eigenlijk. En Johan is individueel. Maar daarbij is een team ook natuurlijk belangrijk. Je moet elkaar wel kunnen aanvullen en je moet wel weten van elkaar wat de slechte en de goede kwaliteiten zijn. Ja. Hij was ook echt bezig met de grote sterren, hè, Johan. Want ik kan mij nog wel eens herinneren dat Frank Rijkaard, die had daar best wel moeite mee, toch? Die stopte er toen toch mee? Nou ja, op dat moment was ik er dus niet. Ik was daar niet bij. Ik zat toen net in Frankrijk. En ja, weet je, kijk, Frank is natuurlijk een persoonlijkheid. En Frank was een groot speler. En Frank die zou die stap gaan maken. En Johan, ja, die wist ook dat Frank af en toe een porretje nodig had om in ieder geval te scherp te blijven. Ja. En dat deed hij ook bij Van Basten. Ik heb Van Basten, toen ik 17, 18 jaar was, heb ik Van Basten houdend van het veld af zien lopen. Hm. Het was Cruijff, was toen nog speler. Speler nog, was ja. Speler. Hij speelde toen, maar speelde toen volgens mij het seizoen 81, 82. En als Cruijff iemand ziet die gewoon een talentvolle speler is, ja, gaat hij dus de hele training kijken hoe mentaal sterk hij is. Nou, dat heeft hij bij Van Basten gedaan. Heeft hij ook bij mij gedaan. Dus toen ging hij als speler zeg maar al een soort trainer uithangen eigenlijk. Ja. Ja. Niet hard genoeg de bal. Je moet de bal voor me spelen. Je moet de bal met de juiste snelheid spelen. Ja. In mijn voeten. En je moet hem klaarleggen voor me. Die dingen allemaal. Ja, op een gegeven moment wist Marco niet meer. Ja, wat doe ik nou wel goed? En toen begon hij opeens te huilen. Want ik kan mij nog wel herinneren dat Arnold die belde toen Frank Rijkaard op. Toen hij weggelopen was. Ja. En die zei toen ook tegen Frank. Maar er viel helemaal niet mee te praten. Hij zei, ja, Arnold, ik ben er helemaal klaar mee. Ja. Hij zei, dat constant moet hij mij hebben. En terwijl hij later... Natuurlijk in zijn loopbaan had hij verschrikkelijk veel respect voor Johan Cruijff. Nou, dat is Johan. Johan die gaat net door dat je dus eigenlijk mentaal knakt. Ja. Dan ben je wel heel erg ver hoor. En uiteindelijk heb je dat straks allemaal nodig weer bij je andere clubs. Ja, later heb je er weer voor. Heb je hem weer nodig. Ja. En hij is je gewoon aan het testen. En dat vind ik ook... ik vind dat jammer dat niet meer gebeurt. Ja. Ik vind het jammer, want hij schreef ook altijd zijn columnetjes, weet je. Ja. En niemand zegt, iedereen zegt, we lezen dat niet. Uiteindelijk leest iedereen dat. En uiteindelijk ga je toch aantrekken wat hij schrijft. Ja. En dat wordt niet meer gedaan. Oké, André, jij hebt 3,5 seizoen heb je deel uitgemaakt van FC Volendam. Heb jij niet te weinig uit je carrière gehad? Ja, dat denk ik wel, ja. Maar ik heb ook nooit zelf geambieerd om profvoetballer te worden of om zo te kunnen leven, zeg maar. Dus het is me gewoon overkomen tot ik uiteindelijk in april 90 mijn debuut maakte bij Sparta uit. Nog een gedraaid veld, kwartslag gedraaid. Dezelfde afmetingen, toch? Ja, dat wel, dat wel. Maar het is wel grappig om dat nou te zien, zeg maar, dat we dan toen achter die goals het veld op gingen. Ja. Wat ik zeg, ik ambieerde het niet. Misschien had ik ook niet het goede karakter hoor, om ook dat langdurig vol te houden, de voetbalrij. Hoezo niet dat het niet echt jouw wereldje was? Of? Nee, dus je moet ook wel een soort van, toch een beetje meer aan jezelf denken. Maar, precies. Ja. En ik was echt iemand die hield van het teamproces, om dat goed te laten verlopen. Ik had ook wel initiatieven om, dus buiten trainen om.
om dingen gezamenlijk te doen. We hadden gezeten in de spelersraad. Of ik maakte lasagne en dan ging met z'n allen lasagne eten. En dan Steegman natuurlijk bewust daarna een hele zware training doen. Waardoor Steltepol echt helemaal richting klinker in mijn maag trainen. Weet je, want die lasagne die verteert natuurlijk totaal niet. Maar ja, dat was wel lekker. Nou ja, en dat sprak mij vooral aan om echt als team. En daarom kijk ik nou echt soms met verbazing naar hoe bijvoorbeeld een doelpunt gevierd wordt. Dan een speler die maakt dan een goal. En vaak is gewoon een intikkertje, weet je. Dus de actie ervoor was veel belangrijker. En dan vervolgens onttrekt hij zich aan de ploeg. Dus hij rent weg van zijn spelers. Ja. Ik denk dat hij dan een hartje maakt naar zijn zaakwaarnemer of zoiets. Weet je, dan vriendin misschien. Ja. Dat kan ook nog. Ah, ja. Maar dan op het laatst pas accepteert hij dan zijn medespelers die hem ook even van, nou, dit was te gek. Ja. Terwijl je bent de hele week bezig met z'n allen om dus dat resultaat te bereiken. Je maakt een goal. Ja, dan vier je dat toch primair eerst met z'n allen. Weet je, dus zo'n kringetje. Dat je met z'n achter zo, dat zie je niet meer. Dat is of zie ik van de week met die even met zijn arm over elkaar. Ja, hij maakt zich daardoor ook een beetje, niet geliefd. Nou, en als ik dat soort dingen, ik meen dat dan te kunnen vertalen naar ook een soort groepsproces en hoe dat dan in de kleedkamer gaat. En goed, Kees, jij maakt het misschien nog mee, maar tegenwoordig is de voetballer is natuurlijk gewoon een zelfstandig ondernemer. En die zit met hele andere belangen bij een club. En misschien komt het wel na het Bosman-arrest tot een vereniging ook een speler anders benadert en ook behandeld als werknemer. Maar echt dat die onderlinge band en dat je al door de week bezig bent met je tegenstander. Dat vond ik juist het meest interessante naar een wedstrijd toe. En dan wist ik vaak niet eens of ik op zondag wel speelde. Ja. Dus op zondag was altijd spannend. Dan ging Steegman, het was een soort heel rituele dans wat hij dan deed. Altijd erg gewichtig en dan ging hij die naam opschrijven. En dan kon ik dus rechtsback staan, maar dat kon ook wel sier worden. Dus die S en dan een T, maar de T kan ook Steltepol nog zijn. En dan kwam vaak dus de E, de Steltepol of Steur. Dus het was altijd erg spannend. Dat was wel extra spannend. Maar achteraf gezien denk ik, dat was voor mij niet comfortabel werken naar een wedstrijd toe. Nee. Het is toch lekker als je weet, ik speel deze week, ik sta op de Mario. Maar dat deed hij altijd zo. Dus echt op de wedstrijddag maakte hij pas Maar je kon ook niet aan de hand van de trainingen merken ik ga wel of niet. Nee, ook niet. En ook niet in de interacties door de week zijn. Dus natuurlijk vaste waarden zoals Pastoor, die speelde altijd, allemaal. Ja. Maar bij mij was het wel eens de vraag of ik wel meedeed. Dus het was altijd een beetje een onzekere factor. Maar jij was tijdens je voetbalcarrière was je eigenlijk al bezig om luchtverkeersleider te worden. Nou, dat kwam toen Korbach kwam. Die was wel heel duidelijk in zijn voorkeur voor Molenaar. Hij zegt, Molenaar staat in principe gewoon centraal achterin. En als die geschorst of geblesseerd is, dan doe jij mee. Toen werd ook dus de hoofdtribune werd toen gebouwd. Nou, daar ging ook natuurlijk veel financiën naartoe. Dus ik denk, als mijn contract afloopt, dan zal er niet veel overblijven voor met name de eigen kweek. Ja, en toen zag ik een advertentie staan in oktober 92. Dat was toevallig net na de Bijlmerramp. En toen dacht ik van, dat moet afgelopen zijn. Dat moeten we niet meer hebben. Dus laat ik daar mijn zorg dan maar aan verlenen. Toen ging je daar vliegend achteraan, zeg maar. En toen uiteindelijk oktober de sollicitatie begon, de procedure. En in maart werd duidelijk dat ik aangenomen werd in die klas. Maar Frits had het altijd voor zich gehouden. Hij wist ervan. Maar hij was altijd zeer discreet erover. Want je weet, als je dan de verkeerde bal geeft, dan ga je maar met vliegtuigen. Ja. Dus dat heeft hij echt super gedaan. Ja. En uiteindelijk in maart bekend dat ik dan zou stoppen. En dat geloofde ook de club niet. Dus ik kreeg nog steeds die aangetekende envelop, weet je, met mijn aanbiedingen. Want als je zonder aanbod, dan mocht je transfervrij weg of zo, weet ik veel. Dus ik kreeg keurig die brief. Maar die heb ik gewoon weer ingeleverd. Maar jij zag dat staan in de krant? Ja. Zonder dat je enige daarvoor iets, dacht jij, dat lijkt me wel wat. Ja, ja. Wie durft de uitdaging aan? En dat was dus om die selectie te doen voor verkeersleider. Ja, en daar cijferen dan, weet ik veel, 5.000-6.000 man op. En uiteindelijk uit onze klas zijn er 3 van overgebleven. Van die 6.000? Van die 6.000. En dat is niet omdat je dan super slim of... Maar je moet een bepaalde afwijking hebben. Dat jij in een complex iets, dat jij het voor jezelf zo duidelijk maakt. Want daar hebben vliegers namelijk ook profijt van. Omdat jij gewoon het overzicht houdt. En dat voor één betekent dat hij in plaats van nummer 1 nummer 6 is. Ja, dat is dan maar zo. Voor mijn plaatje is dit nu even van belang. En uiteindelijk... Maar ik was een paar jaar geleden was ik bij je. Ja. En ik vond dat een geweldige ervaring. Om ook in die toren te zitten, te zijn en alles te zien. En, maar kun je dat vergelijken, die druk wat jij hebt met de voetballerij? Om een vliegtuig binnen te halen? Ja, primair wel. Want ook als je in een wedstrijd natuurlijk bepaalde afwegingen maakt. Qua zullen we gewoon balbezit houden of niet? Of keuzes. Keuzes. Maar ook in een team presteren. Met name als je onder druk staat, het beste uit jezelf. Maar ook uit je collega's te halen.
Ja, dat zien wij ook. Als we echt gedoe hebben, dan zie je dus iedereen zie je dan gewoon een niveautje hoger. Topsport ook. Schakel. Het is snel handelen, ja. het is snel kijken. Ja. Maar jij bent zo, zeg maar, jij stuurt het allemaal aan. Nou, je hebt verschillende soorten diensten, maar je hebt gewoon lekker je radardiensten. Dus gewoon het werk als verkeersraad wat je doet. Daarnaast ben je ook supervisor. En dan stuur jij voor die 6 uur dat je dat bent, stuur jij jouw ploeg aan. Ja. En zorg dat het personeel is, dat de spullen allemaal werken, dat je de goede capaciteit binnenhaalt. Dus dat je de kraan, zeg maar, met vliegtuigen op de goede manier openzet. Dus bij mist, harde wind, sneeuw, dan heb je dus minder verkeer dan op een rustige dag. Ja, en dat wisselt dan af. Dus gisteravond was ik dan supervisor van approach. Nou, zaterdagavond is altijd een rustig avondje. Nou, dat is dan zit je van 5 tot 11 ben je daar gewoon de verantwoordelijke voor dat proces. Ja. Oké, Johnny, hebben jullie wel eens met tegen elkaar gevoetbald? Ik denk het wel, toch? Weet ik niet, ja, 90, 93. In de Meer heb ik nog gespeeld ook. Zo best wel, ja. Ja. Jij speelde toch ook mee in die wedstrijd dat Volendam won in het Olympisch Stadion? 1-0, Arie op Dam. Ja. Ja. Was toch jouw tegenstander? Nee, was ik ballenjongen? Nee, het was ja, waren wij toen al kampioen? Maar volgens mij waren we al kampioen. Was in april in ieder geval. Ja, oké, maar wat is het jaar? Weet jij dat was jij gaat wel die 93? Nee, volgens mij in de Champions League jaar. 95. Ja, dan waren we toch kampioen. Ja, dat was een thuiswedstrijd voor Volendam, maar omdat het verbouwd werd, moesten we het Olympisch Stadion spelen. Dat volgens mij hadden we één keer over middenlijn geweest. Ja, één keer ja. Dus net die ene bal, hoge bal was het volgens mij. En hij stopte hem en hij schiet hem gewoon. Nee, die was een schot van nou, Vierbouw, ja, eerst een schot. Mij. Ja. Ja. En toen uit de rebound schoot Arie hem erin volgens mij. Ja, goed toch? Ja, absoluut. Maar ik neem aan dat jullie toch niet zomaar een... Nee, helemaal niet. Waren ze veilig? Toen waren ze veilig waarschijnlijk, of niet? Ja, ik wilde natuurlijk ongeslagen blijven toen. En toen maar ja, goed. Weet je, dat was wat legendarisch. Ja. Ga je die wedstrijd eruit halen? Ja. Ja, wel heel raar. Ja, maar ja, goed, we zitten hier toch in Volendam. Oké, oké. En je zegt niet dat we daar eens een keer tegen zijn vader gevoetbald. 5-0, huppatee, ja, in de Meer. Dat zal wel meer gebeurd zijn met mijn vader. Stond wel 5-0 met de rust voor. Ja? Ja, 5-0 met de rust voor. Dat vertelt hij nooit over. Nee, dat vertelt hij ook niet. Dat vertel ik even. Nee, wij altijd, als wij in Volendam spelen, hebben we het altijd moeilijk. Ja. Altijd. We hebben ook met Beenhakker, is hier de coach geweest, en Cor van der Hart. Is hij coach geweest. En nou, die wist natuurlijk alles te vertellen over Ajax. Die zei Ajax wel even aanpakken. Uiteindelijk werd het voor ons moeilijk, maar we wonnen wel die wedstrijdjes. Ja. Ja. Het is niet altijd makkelijk geweest hier. André, even Volendam natuurlijk. Daar hebben we het net al over. Wat vind je eigenlijk van het moddergooien? Bestuurlijk, nu? Oh, ik volg dat op enige afstand. En ik lees het in de niveau. En, wat denk je dan als je dat... Nou, het is natuurlijk zo, als mensen in een bepaalde positie zitten met macht, het ook financieel goed hebben, ja, die proberen natuurlijk dingen naar hun hand te zetten, dat zijn ze dan gewend. En als er dan weerstand komt van iets van iemand anders of een andere generatie, ja, dat geeft natuurlijk wel wat kromswaarde. Ja. Dus ja, dat ik snap dat gebeurt. Alleen dat moet gewoon binnen kamers blijven. En dus die spelregels, dat je dingen gewoon niet deelt buiten zo'n discussie, ja, die zijn natuurlijk wel behoorlijk overtreden. En dan gaat het ook los. Dan wordt het niet controleerbaar, ook niet meer fatsoenlijk. Zeker in Volendam. Nee, precies. Ja. En dan gaat mensen een kant kiezen. En dat moet je niet hebben. Je moet eigenlijk één belang, dat is gewoon wat die club doet. Ja. Dat staat voorop. En nu gaat dat toch vermengen met persoonlijke belangen. Maar ook met karaktertrekken. Dus ja, als die emotie komt, dan zie je ook wel bepaalde karaktertrekken van mensen. Nou, die kunnen stevig zijn, weet ik. Ja. Wat vind je van FC Volendam op het ogenblik? Oh, ik vind het een prachtige club. Ik probeer af en toe met ook de vader van Kees wat oudspelers in de binnen te halen. Dus ons streven is om... Ja, dat je met oud-Volendam inderdaad, dat doe je. En misschien wel even leuk om te vertellen, toch? Dat is 2 keer in het seizoen dan, of meerdere keren. Ja, we hebben een soort van reunie organiseren. Ja, om het jaar willen we eigenlijk bij 1 wedstrijd de hele familie naar binnen halen. Dus al het oud-spelers willen we dan hier verzamelen bij 1 wedstrijd. En dan... Tussen de wedstrijd of een ander seizoen gaan we dan om de paar wedstrijden een bepaalde generatie uitnodigen. Dus 83, 89 of 89 tot 92. En dan specifiek die groep, maar ook met aanhang mogen dan meekomen en dan gaan we lekker eten hier. En ik moet zeggen dat de club dat geweldig faciliteert. Echt heel netjes. Mm. En dat voelt ook wel heel gastvrij. Maar ook weer natuurlijk prachtig die verhalen die van toen. Yeah. En mijn overtuiging is ook dat een organisatie of een bedrijf of een vereniging, die kan niet zonder zijn DNA. Je moet altijd respect, maar ook gewoon aandacht houden voor jouw oud-werknemers of oud-gedienden. En daar zit ook heel veel kennis en ervaring. En die
ja, die hoeven niet primair op veld te staan, maar bepaalde dingen, ook om in zo'n situatie als nu rust te creëren in een vereniging, ja, dan heb je dat soort kennis en ook rust nodig. Je weet ook nooit wat eruit rolt, misschien wel als er weer eens oudspelers komen die met elkaar tot iets komen, misschien wel het bestuur ontmoeten of zo. Ja, nee, precies. Ja. Maar dat is ook wel iets, weet je, die karaktertrek van jou, dat je dingen wil organiseren. Ja. En waarschijnlijk wist die oude van mij van, hey, ik moet stuit daarvoor hebben. Ja, ook hij vertegenwoordigt natuurlijk een beetje de oudere generatie. Ja, ja. En ik, nou ja, tot een bepaalde tijd nog de jongen. Het zou mooi zijn als er weer een jonger iemand bij komt die ook de huidige oudspelers die net gestopt zijn, om die dus erbij te betrekken. Maar ja, weet je, je hebt, zo zitten wij, je hebt natuurlijk allemaal een ervaring met voetballen. Dat klikt meteen. Dat is altijd goed. Ja. Maar was dit hiervoor, jullie hebben dat dan opgepikt. Ben jij met Willem, was dat hiervoor dan minder? Dat was er niet. Nee, voor mij was het niet zo georganiseerd en ook zo gasvrij, zeg maar. Dat de club het ook faciliteerde en echt gewoon op een goede manier de mensen ontving. Ja, en vergis je niet, voor mij is het ook een behoorlijke kortol. Volgens mij ook helpt er ook in. Ik krijg het dan wel eens mee van mijn vader. Die vraagt dan aan mij ook of ik nog wel eens een nummer of een e-mail heb van iemand. Ja. Probeer maar even achter alle gegevens van alle oudspelers te komen. Ja. Dus dat is best wel een behoorlijke klus ook geweest. Vertel mij wat. Ja. Ik bedoel, hij heeft mij ook benaderd voor de telefoonnummers. Ja. Nou, en daar zie je ook weer, en dat vind ik dan wel, tot bepaalde spelers het gewoon niet willen. Die verdoemen het gewoon om dan langs te komen. Die hebben toch een soort frustratie, iets, of rancune, of er is iets gebeurd. En dat is natuurlijk altijd zo, aan het einde van een sportcarrière, ja, dan word je toch een soort van bedankt voor de eer. En weet je wil misschien nog wel of dat. En dan ben je opeens zeg maar toch in strijd met je werkgever. Ja. Dat is natuurlijk doodzonde. Ik snap wel dat. Maar daarna moet je weer even terugkeren als mens. Yeah. En je kijkt natuurlijk 10, 15, 20 jaar terug op een geweldige carrière. Ja, dat moet je toch. Dat moet niet toch in een soort zure gedachte blijven hangen. Nee. Dus ook bij deze oproep mensen, oudspelers, ga gewoon langs. Ik heb jongens daar die elkaar ook in Indië gevochten hebben, weet ik veel, die generaties geweest, laatst ook op bezoek geweest. Ja. Nou, moet je die verhalen vertellen, hoe ze daar gestreden hebben in bizarre omstandigheden. Hm. Maar goed. Johnny, heb je dat bij Ajax ook? Reunies? Lucky Ajax, ik zit toevallig in het bestuur van Lucky Ajax en de Ajax Internationals. En je hebt wel nu met de nummers ook en de adressen, ja, er is een groep die op dit moment niet even daar naartoe komt. Weet je hebt wel de ouderen die dus Lucky Ajax hebben opgericht. Ja, die komen dus wel altijd heel braaf. Maar de groep die daaronder zit, ja, dat is net eigenlijk onder mijn leeftijd. Weet je, de Kluivert, de Boertjes. Nou, Boertjes moet ik zeggen, die zijn er wel altijd. Hm. Maar die groep daar, Kluivert, David, weet je, Bogarde, Reiziger. Die jongens die eigenlijk ook prijzen hebben gewonnen. Ja, die zijn dan op dat moment even niet aanwezig. Bij Lucky Ajax niet en bij de Ajax International niet. Ja, en dat komt ook een beetje misschien door het werk. Want zij spelen natuurlijk altijd op vrijdag. Maar ja, als je dan een keer tijd hebt om te kunnen komen, ja. Het is hartstikke gezellig. Het is speel je allemaal zelf nog eigenlijk? Nee, ik speel niet meer. Door je knie? Door mijn knie, ja. Ik heb een nieuwe knie en daar moet ik heel braaf rustig mee zijn. Ik geef wel trainingen, dat is het probleem niet. Hmm. Ik heb nog wel een paar wedstrijdjes gevoetbald met het Only Friends. Only Friends is ben je daar bekend mee? Nee. Dat is een club in Amsterdam-Noord en dat zijn allemaal kinderen met een bepaalde handicap. Okay. En die spelen dus ook gewoon zaterdags in een valide competitie, maar dan tegen Edam 5 of zo, of tegen Volendam 10 bij wijze van spreken. Ja. Maar ja, ze hebben vorige week hebben ze uiteindelijk eens een keer de eerste overwinning gehaald. Ah, ja. Okay. Dus dan krijgen ze elke keer, je hebt jongens met een hersenbeschadiging of je hebt een lichamelijke beschadiging. Je hebt ook jongens die doof zijn. Dus ja, daar heb je allemaal mee te maken. En het is wel leuk. En daar heb ik ook met oefenwedstrijden aan meegedaan. Maar ik moet wel oppassen. Als er eentje inkomt die. En dat is niet moedwillig. Maar ja, je kan een botsing krijgen. En dan zit mijn knie misschien achterstevoren. Ja, dan ben ik allemaal ver van huis. Ja, jij wordt natuurlijk ook een dagje ouder. Want je bent ook opa geworden. Ja. Een paar maanden geleden. Leuk toch? Dat is heel leuk, ja. Dat is weer een heel andere fase. Kijk, kinderen krijgen, nou niet ik, maar mijn vrouw dan. Dat is leuk. Maar ja, dan ben je eigenlijk meer bezig met je werk. Want nu is het eigenlijk leuker omdat je kleinkind ziet opgroeien. Ja, mooi. En het is heel leuk dat het weer wordt voorgezet. Ja, mooi man. Ja. FC Volendam, Jack Tuyp. Jongens, daar hebben jullie natuurlijk ook Jack Tuyp. Topspits. Ja. Vervelende spits om tegen te spelen. Ja. Gewoon, weet je, hij kan actief zijn, maar ook niet actief zijn. En dan hij scoort uit alle hoeken. En die moet je gewoon. Dat is een beetje
de Nederland, nou wil ik niet zeggen, Nederlandse Romario, weet je. Hij kan stilstaan en uit het niets kan hij gewoon scoren. Ja, leuk. Ja. Ik zocht hem een aantal dagen geleden op bij FC Volendam. En ik vroeg aan Jack wat hij nu zoal doet. Inmiddels je vaste aanstelling gekregen als commerciële man bij FC Volendam. En je zit ook in de technische driehoek, zoals dat zo mooi heet tegenwoordig. Wat houdt dat eigenlijk in? Ja, zoals het zegt, mijn commerciële taak, dat is de relatie onderhouden met sponsoren. Hopelijk ook er een paar aan toevoegen. De sponsoren tevreden houden. En de technische driehoek, dat is, ik schuif nu aan bij alle vergaderingen met nog een aantal personen over de technische zaken. Dus de contracten wel of niet verlengen, de nieuwe spelers wel of niet halen. Wat heb je eigenlijk voor opleiding? Ik ben afgestudeerd op HBO-niveau bedrijfseconomie. En vanaf wanneer heb je deze functie bij de FC? Ik ben 1 januari echt volledig in dienst getreden. Volendam heeft natuurlijk veel sponsors. Voor een relatief kleine club is het dan niet moeilijker om sponsors te krijgen tegenwoordig? Nou ja, het is natuurlijk, je hebt een hele vervelende tijd gehad. Dat begint nu wat beter te worden. Maar je bent inderdaad een regionale club, dus je moet het hebben van de regio om ons heen. We hebben natuurlijk veel sponsoren in Volendam. We zijn nu ook actief bezig om te kijken of we de regio kunnen binden. Dus Purmerend, Monnikendam, Hoorn, waar we aan het kijken zijn of we bedrijven aan de club kunnen verbinden. Maar ook de sponsoren die we wel hebben, die moet je natuurlijk tevreden houden. En dat is niet altijd even makkelijk. Ook de sportieve ups en downs die je erbij hebt. De dingen die je nog wel eens bij komen kijken, de randzaak, laat ik het zo zeggen. Dus dat komt er allemaal bij. En ga je dan zelf ook op pad? Ik ga zelf ook op pad. Ik heb al veel afspraken gehad. Dat vind ik toch wel een leuk onderdeel van het werk. Ga je dan alleen of met Klaas Schilder? Nou, ik heb de eerste paar maanden was een stage waarmee ik elke ochtend dit deed. En toen was ik wel een paar keer met Martijn mee geweest en met Klaas. Maar nu ben ik inmiddels een half jaar verder en ga ik zelf op pad. Dan komt er natuurlijk wel wat binnen als jij samen met Klaas komt en je zegt van, of Klaas zegt van Klaas Schilder. Ja, dan zeggen ze, dan kan je al niet meer nee zeggen. Ja, de toeschouwersaantallen. Hoe kunnen we dat weer omhoog krijgen? Ja, dat is een goeie. Nou ja, dat is natuurlijk dat is moeilijk. Ik denk dat elke club, zeker in de Jupiler League, daar moeite mee heeft om een stadion vol te krijgen. Wij ook. We hebben iemand vanuit de KNVB die hier ook elke dag is, die daar actief mee bezig is. Het zou wel meehelpen als gewoon week in week uit winnen. En jij zit zelf ook, zit je in de technische driehoek, zoals ze dat noemen hier bij FC Volendam. Samen met Henk Kras en Misha Salde. Wat zijn eigenlijk jouw ambities? Ja, het is de technische driehoek, maar ook met Johan en met Stanley zitten we bij de vergadering. Technische vijfhoek. Het is de technische vijfhoek. Maar wat zijn verder jouw ambities? Wil jij misschien wel een bestuurlijke functie? Of denk je bij jezelf van, nou, ik blijf liever op het veld? Nou, ik vind een bestuurlijke functie. Ik ben in dienst van de club en ik ben dagelijks natuurlijk werkzaam. Dus dan is het denk ik raar om echt in het bestuur te gaan zitten. Ja, in de toekomst. Ja, in de toekomst. Maar dat is meer een functie voor mensen die niet werkzaam zijn bij de club en er een beetje overzicht houden. En ja, dat ambieer ik eigenlijk niet. Ik vind op dit moment wat ik nu doe, vind ik heel erg leuk. Ik wil ook graag, commissie vind ik leuk om te doen, maar ik vind het ook leuk om technisch wat bij te dragen. Om mijn mening te kunnen geven. En ja, dus ik ben op dit moment wel tevreden. Wat er in de toekomst gebeurt, dat weet je natuurlijk niet. Maar op dit moment ben ik gewoon tevreden. Volendam op het ogenblik presteert niet zoals het eigenlijk hoort. Want ze horen hoger te staan, is mijn mening. Wat kunnen we daaraan doen? En hoe zie jij het voetbal eigenlijk van Volendam dit seizoen? Ja, maar voetbal gaat altijd met ups en downs. Ik ben zelf ook een jaar, zijn we 17e geworden. Met Edward Sturing was dat. Volgens mij eindigde dat jaar daarna gewoon weer in de top 5. Dus het is niet zo dat we nu gelijk in paniek moeten raken. Maar ik probeer wel mijn steentje bij te dragen. En bijvoorbeeld de scouting verbeterd te krijgen. Dat we hopelijk, en ik weet dat het heel moeilijk is hoor, maar om vroeger de selectie rond te krijgen. Om nu al echt met volgend seizoen bezig te zijn. Dus
ja, daar hoop ik wel mijn steentje aan bij te dragen. En wat gaat er nou volgens jou goed en wat gaat er minder? Nou, ik heb één vergadering bijgewoond. Dus, ja, maar op het veld bedoel ik, als je als toeschouwer bent. Ja. Nou, als toeschouwer, ja. Ik vind dat we veel meer durf moeten hebben aan de bal. En wat ik wel heel apart vind om te zien, dat is als de wedstrijd er goed gaat en je komt op voorsprong. Ja, dan zie ik ineens fantastische aanvallen en dan laten we echt zien dat we heel goed kunnen voetballen. Maar ja, dat moet je ook als het 0-0 staat of 1-0 achter staat. En, dat mis ik nog, dat de echte overtuiging en het besef van hoe goed we wel niet kunnen zijn. En ja, dat we dus gewoon niet in paniek raken als het wat tegen zit. En dat moet constanter. En hoop jij dan ook dat Kees Kwakman jou achterna gaat om te zeggen van, nou ken het alweer? Daar ga ik me niet over uitlaten, Jack. Dat is Kees' eigen verantwoordelijkheid. Huh? Dankjewel. Is goed. Ja, dat was onze Jack Tuip van FC Volendam. En Kees, zeg het maar. Wat ga je doen? Ja, ik ben er nog niet uit. Nee, het is natuurlijk sportief gezien een dramatisch jaar voor mij. Bijna nog niet gespeeld eigenlijk, of veel te weinig. En dus ja, als dat zo gaat, ik had het er net met Sonny toevallig over. Ja, als je 34 ben ik nu en je hebt dan zo'n seizoen, ja, dan is dat niet hoopgevend. En ook niet, de wil wordt er ook niet groter op om dan nog door te gaan. En ik heb natuurlijk ook nu, inmiddels ben ik bezig met dingen daarnaast. Dus dat werkt ook wel mee, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, ik doe er alles aan om fit te raken. Elke dag ben ik er druk mee bezig, zowel op het veld als ernaast. Dus ik kan mezelf niks verwijten, maar het is wel gewoon enorm vervelend dat je... Omdat ik ook gewoon nog weet dat ik van waarde kan zijn voor de club. Maar ja, als je het niet kan laten zien op veld, dan is die waarde ook snel weg. Ja, dus, jij hebt nooit onder stoel of banken geschoven dat je ernaast wat gaat doen. Nee. Ik ben nu bezig bij Fox, maar ja, speelt dat dan wel mee in je beslissing van, absoluut, dan kan ik dat fulltime aanpakken? Ja, want je moet wel weten wat er eventueel mogelijk is. Kijk, ik merk nu bij Fox ook dat ze heel tevreden zijn en dat ik meer en meer te doen krijg. Ik mag nu ook zelfs naast het veld al staan. Nou ja, dat is best wel apart natuurlijk voor een speler die zelf nog speelt. Dat komt eigenlijk nooit voor. Dus gisteravond dat was je bij Heerenveen, toch? Ja, was een hele leuke wedstrijd. Okay. Ja, maar dat zegt wel iets eigenlijk. Dus dat geeft wel aan dat ze heel tevreden zijn. Het is ook wel weer een beetje raar. Hè, dat mensen misschien denken, nou ja, hij is er meer daarmee bezig dan met voetbal. Maar dat is niet waar. Weet je, ik heb mijn vrije tijd en die gebruik ik op die manier. Kevin Visser die zit bijvoorbeeld in de zonnepanelen bij ons. Ja. Daar doet hij ook hartstikke veel. Ja, dat weet geen mens, want niemand ziet dat natuurlijk. Ja, ik ben op tv, dus... Dan zie je wat ik ernaast doe. Ja. Dus ik begrijp gerust dat het misschien een beetje raar is soms. Maar ja, ik moet aan mijn toekomst denken. En dit is denk ik mijn toekomst. Ja. Dus ja, daar ben ik al mee bezig. Maar dat houdt absoluut niet in dat ik niet met de club bezig ben. Want ja, dat is wel zo. Maar je blijft in ieder geval hier ook. Ik blijf hier ook komen als ik mag komen. Ja, natuurlijk wel. Jaak Tuip, die is gestopt. Bij de onmiddellijke ingang. En ja. Het rommelde natuurlijk bij de dijk. Ja, dat was op dit moment nog niet. Toen had hij al wel zijn twijfels. Maar op een gegeven moment werd de trainer ook ontslagen bij de dijk. En het is daar zo'n zootje. En ja. Nou, Jack heeft daar gewoon geen zin meer in. En hij laat toch nog wel wat centjes ook liggen. Want hij verdiende daar best nog aardig. Maar ja, hij zegt als het zo moet met een nieuw bestuur en spelers die weggaan, die weer terugkomen. Nou, ja, Jeroen Verhoeven was bijvoorbeeld ook al gestopt. Trainer die ontslagen is, die weer terug aangenomen is. Ja, echt een chaos eerste klas. En Jack zegt, voor mij hoeft het niet. En hij is natuurlijk ook nu, bij Volendam heeft hij een fulltime functie. Wat overigens hartstikke goed is, dat Jack voor de club behouden blijft. Ja. Dus ja, het is klaar voor Jack. En wat hij zegt, Jack is ook kopie. Heeft tijdens zijn carrière ook altijd nog een opleiding ook gedaan. Dus sowieso op commercieel gebied vind ik het goed dat hij bij de club betrokken blijft. Ja, en op technisch gebied sowieso. Ja. Hij heeft ook korte lijntjes met mij, dus dat betekent dat het, dat wel goed dat het technisch wel goed komt. Het zie je hem niet afbouwen bij de zondag of bij de zaterdag? Nee, dat wil hij niet. Nee, dat heeft hij echt. Ik heb nog gezegd dat hij misschien in de zaal wel nog van waarde kan zijn. Want dat is ook echt wel zijn ding in de kleine ruimte. En Maurice Buijs doet dat bijvoorbeeld al jaren nu. Ja. En is ook nog hartstikke belangrijk voor de ZVV. Gaat goed, hè? Ja, dat gaat hartstikke goed. Ja. Dus ik heb altijd gezegd, kijk daar nou eens misschien, maar... Ja, Jack is toch wel daar wel vrij stellig in. En als hij dat niet wil. Hij moet wel uitkijken dat hij dan niet te dik wordt. Een beetje groeit. Ja, precies. Ja. Dus, maar dat zoekt hij zelf maar uit. Dat komt wel goed. Ja. Jongens, Ronald Koeman. Nieuwe bondscoach, Sonny.
jouw oude ploegmakker. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel een goede keuze is, toch? Jawel, dat is een goede keuze. Ja? Ja, hij heeft internationale ervaring, hij heeft er bij verschillende clubs in Nederland gewerkt. Ja, en hij heeft, bij Everton heeft hij het even niet kunnen waarmaken. Maar daarvoor heeft hij het wel kunnen waarmaken. En ik vind dat de juiste keuze ook. Hij weet wat er speelt in het Nederlands voetbal. Ik denk dat er ook een. Ik denk dat Ronald wel een jong is die, of een man is, die de discipline wat aan gaat trekken. Ja. Dat heb je ook al kunnen lezen. Ik hoorde jou wel. Ja, en ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is, zeker met deze generatie. Hij kan beter omgaan met deze generatie dan oudere trainers? Weet ik niet. Ik weet niet of dat. Ik vind wel dat hij duidelijk moet zijn in het begin wat hij wil. En ik denk dat elke trainer dat doet. En dat hij dat wel blijft onderhouden. Je moet het wel blijven volgen wat er gezegd wordt. Ja. En daar zijn heel veel trainers af en toe wel eens. Die nemen daar toch wel een lakse houding aan. Als jij nou trainer zou zijn, hè, van het Nederlands elftal. Ben wat ik alleen niet. Dat ben je alleen niet, maar stel, wat zou jij veranderen? Wat ik zou veranderen? Ja, kijk, de organisatie staat. Het is alleen. Eindelijk, hè? Ja, de organisatie staat. Ik moet wel zeggen dat met Gudde. Ja, Gudde die heeft nou meteen de slag geslagen om Koeman naar binnen te halen. En Hoogma binnen te halen. Ja. Dat zijn wel mensen die dus wel op een bepaald niveau hebben gespeeld. Nou, het enige wat hij moet gaan doen, is zorgen dat. Kijk, ik zat net in de auto ook een beetje te denken. Ik kan me niet. Ik heb vroeger dat wij geselecteerd werden. Nou, dan moest je alles lezen op teletext. Weet je, dat was normaal. Weet je, en je werd ook, als je dus niet werd geselecteerd, stond ook op teletext. Maar er zat geen speler bij die op de bank zat. Al mijn spelers die dus allemaal speelden. Gewoon in een eerste elftal. Gewoon speelden. En als je dus niet speelde op de bank, dan werd je niet geselecteerd. Maar ja, wij kunnen dat niet in Nederland, omdat de jongens die op de bank zitten bij grote clubs spelen, goede trainingen krijgen, daardoor nog mee gaan voetballen, maar te weinig wedstrijdritme hebben. Ja. Zoals Daley heeft het vorig jaar nog heel goed gedaan. En dus dit jaar zit hij afhankelijk heel veel op de bank. En je mist wedstrijdritme. Je meest constante speler in het Nederlands elftal was. Maar die speelt nu al een half jaar niet. Ja. En dat is, daar kan een bondscoach ook niks aan doen natuurlijk. Dus ja, ik ben benieuwd wat hij gaat doen en wat ik zou gaan doen. Ja, ik zou dan in ieder geval zorgen dat de spelers fit zouden moeten zijn om in ieder geval een wedstrijd, zeker tegen Duitsland en Frankrijk, die moeten gewoon fit zijn. Het zijn niet de minste landen waar je tegen moet spelen. Nee, maar het is toch eigenlijk ook niet normaal dat bijvoorbeeld een Bas Dost wekelijks scoort. Ja. En aan de lopende band scoort eigenlijk. En dan Vincent Janssen opstellen die een seizoen de bank warm heeft gehouden bij Tottenham. Dat zijn keuzes die hij nu moet gaan maken. En als Dost aan de lopende band blijft scoren, zal hij dat ook in Nederland zelf dan doen. Maar ik denk dat Dost wel van de zijkant een rechtspoot aan rechts staat en een linkspoot aan links staat. Ja. Ja. Kijk, en in Nederland is het zo, dat is de laatste jaren een trend geweest, dat er dus een linkspoot aan de rechterkant staat en een rechtspoot aan de linkerkant. Ja. Dus de voorzetten, de spits is afhankelijk van voorzetten aan de zijkant. En dat is ook, welke spits staat er? Of je moet tweebenig zijn, dat het in ieder geval een verrassing is dat Robben niet binnen doorgaat, maar buitenom gaat, bij wijze van spreken. Nou, Robben zal waarschijnlijk niet meer spelen. Nou, maar in ieder geval wel weer sprake. Ja, oké, maar dan lijkt wel Haantje Davids. Ga je nou wel weg of ga je nou niet weg? Ja, je moet op een gegeven moment een keuze maken. Hij heeft een keuze, moet hij maken. Hij heeft een keuze gemaakt. Nou, ik vind dat een beetje raar. Ja. Maar ja, dus zo zie ik dat. Hè. Kijk, als jij niet meer wil uitkomen voor het Nederlands elftal en je krijgt een afscheid, ja, dan moet je niet meer terugkomen. Dat is klaar. Misschien heb je nog niet elk mens bedankt op de tribune. Nou ja, misschien. Misschien wel. Ja, ik weet het niet. Mij niet. Ik weet niet of... voor het Nederlands elftal moet het zo zijn dat het een eer is dat je daar echt voor je land uitkomt. En nu moet er toch wel wat gebeuren. Want je moet je nu wel kwalificeren. Want nu zit je in de zomer dus weer naar andere landen te kijken in plaats van Nederland. Ja. Waar ben je eigenlijk voor? Van welk land? Nou ja, weet je, ik ga naar België kijken, omdat er heel veel spelers zijn die ik zelf heb gehad. Dat vind ik juist leuk om te zien dan, weet je. Vertongen, Alderwereld. Ja, dat zijn spelers, Alderwereld was een speler die eigenlijk tweede plan was. Kelvin McIntosh was nummer 1. Ja, die ken je al van McIntosh? Almere speelt hij. Ja, dat was nummer 1. Maar die kreeg dus twee kruisbandblessures, en dan is het eigenlijk einde verhaal voor Ajax. En Alderweireld, die kwam bij GBA vandaan en die kwam uit België, weet je, heel erg schuchter was die. En hij zegt, Toby, ga lekker voetballen, joh. Nou ja, hij had een verschrikkelijke goede pas met zijn rechterbeen, dat liet hij dus mij ook elke keer zien. Maar ja, die ballen gingen vaak uit en had je weer balvol is, dan heb je een aantal opties voor. Indribbelen,
inspelen en een bal een keertje lang spelen. En ook eens een keer die ballen tegenhouden, want hij was natuurlijk verdediger. Ook in de mandekking zetten, nou, als vier laten spelen, dat je ze indribbelt. En ja, oké, uiteindelijk speelt hij bij Tottenham en het Belgisch nationaal elftal. En dat is dan weer leuk om te zien. Ja. André, jij, wat vind jij van de keuze van advocaat? Of advocaat, sorry, Koeman. Een dag jou worden. Ja, het is zondag. Nou, ik ben vooral benieuwd in wat voor verstandhouding hij dus ten opzichte van die spelers kan opereren. Dus of hij inderdaad ook moeilijke keuzes kan maken, hè, door bepaalde verdetten die niet spelen. Nou, weet je, blijf er maar. En misschien iets minder bekende spelers om die gewoon in het Nederlands elftal te zetten, die wel wekelijks presteren in een ook een lastige competitie. Ja, en of hij dus weer dat teamgevoel, dat teamproces, weet je, waar natuurlijk Van Gaal briljant in was, dat hij het ook voor elkaar krijgt. Ik denk dat dat vooral nodig is. Om het zijn natuurlijk allemaal, miljonairs. Hoe krijg je die nou zo ver, zo diep, om voor je land het optimale te willen presteren? En misschien ook soms een onderdanige rol te willen vervullen. Ja. Omdat dat voor het teamproces dan uiteindelijk nog beter is. En dat is natuurlijk, weet je, als je als team functioneert, moet je wel, dat kon Cruijff waarschijnlijk dan weer goed individueel daar een beetje in prikken. Van wie ga ik nou echt vooraan zetten? Wie is voor mij nou heel belangrijk? En wie zal helaas voor Oranje dan even een ondergeschikte rol moeten vervullen? En daarom vond ik zo'n bank in 88. Want ik zat erin, Koevermans. Peter Bos. Maar gewoon jongens die gewoon die blessen tilden. En ja. die hoefden verder niet... Ja, maar dat was normaal hoor. Ja. Dat was gewoon normaal. Dat gewoon als wij dus uit de bus stapten met Ajax, dat we gewoon de koffers tilden. Ja. Goed. Ik heb daar, daar begint het eigenlijk mee. Ik heb het met Alex Pastoren, goede vriend, ook wel eens over. Dan heb je dus een budget om spelers aan te trekken. Dus 160 miljoen. Nou, dan haal je, en iedereen verwacht er wat van, hè, wat er dan gaat komen. En dan haal je een speler van 80 miljoen. Nou, dat is vaak ook met 3 BV's en een hele familie, weet ik wat er allemaal meekomt. Maar die speler komt dan in jouw biotoop, in jouw roedel, als team, komt hij erbij. En het kan dus zijn dat die speler zodanige verstoringen, of misschien wel chagrijn, of bij andere spelers doet, dat je uiteindelijk per saldo daar gewoon minder door gaat presteren. Maar jij moet die miljoenen uitgeven als trainer. Ja. Want dat verwachten ze natuurlijk shirtjes kopen. Ja, je merkt het aan Neymar bij Paris Saint-Germain. Hè, dat het een beetje, nu al je hoort al, leest dat hij weg wil. Dat Real Madrid hem wil hebben. Dat hij niet met die Cavani goed kan. Dat is te gek voor woorden. Ja, 200 miljoen. Je stopt 100 miljoen in de speler. Ja. En uiteindelijk per saldo, en dingen die je niet kan meten of die niemand leest of ziet, gaat je prestaties als je elftal, misschien ook wel voor Koeman dan, voor Everton, is dat gewoon, dan kom je er dus niet. Nou, hoe ga je met ego's om? Ja. Het is net zoals bij Paris Saint-Germain. Het zijn veel ego's. Ja. Je gaat een team kopen. Ik heb het zelf ook meegemaakt hoor, in Parijs. Je gaat een team kopen. Uiteindelijk heb je heel veel ego's. En dat moet een trainer moet dat bij elkaar zien te krijgen. Nou, ja, en daar moet je dus jij met Koeman. Jij, André, jij hebt Steegman en Korbach gehad bij Volendam, of nog meer? Nee, Steegman en Korbach. Ja. Maar ik geloof wel in processen. Dus dat je het zo in kan richten. Ja. En ik geef altijd een beetje flauw voorbeeld misschien. Maar het bonnetje bij de slager, hè, wat je dan haalt. Dat is prima. Maar die klok die er hangt, wie aangeeft wie aan de beurt is, die moet weg. En wat krijg je dan? Mensen moeten weer met elkaar gaan kijken. En als iemand dus voordringt, dat ga je al opmerken. Van nee, maar dit klopt in ieder geval niet. Dus je krijgt een soort van Hawkeye-achtig effect. Wat je gaat elkaar corrigeren. Ja. Ja. En maar ik weet niet of jij op zaterdagochtend wel eens bij J&J in de winkel hebt gestaan. Ja? Dan kun je flink, dan moet je luchtverkeersleider zijn hoor. Je krijgt je bonnetje, dan staan er 50. Ik heb dat vaak meegemaakt. Maar je krijgt je bonnetje, je kunt gewoon met elkaar overleggen. Ja. Dus je krijgt ook de verantwoordelijkheid, gaat terug naar waar je hoort. En ook met voetbal zou ik ervoor stellen om, er komt steeds meer video-referees, vind ik heel goed, om daarbij de oranje kaart te introduceren. En die oranje kaart krijgt een speler die dus oneerlijk is, dus zwalbes, echt gemeene dingen doet. En op een gegeven moment wordt het spel onderbroken. Dan gaat het bord omhoog van shirtje van Volendam en of wie dan ook. En die speler wordt verplicht gewisseld. Je gaat eraf en dan gaat een nieuwe speler op. Ben je onfatsoenlijk, dan ga je van het veld af. Ja, en dat zou is dus een beetje bij hockey wat is het voor kleur is dat? Nee. Groene? Ja, dat komen gewoon op nieuwe ideeën hier op een zondag. Nee, maar het mooie is, dat krijgt een zuivende werking. Want die speler weet, als ik een geintje flik, dan een minuut later gaat mijn nummertje omhoog, want het is gezien door de videoscheid. En nu is het vaak achteraf, en op donderdag in de beroepszaak, arbitrage. Nou ja, dan heeft die wedstrijd daar verder helemaal geen belang bij. Nee, precies. Ja, je ziet dat in. Ja. Nou, we zijn in ieder geval weer op de hoogte, mannen. En we sluiten het hierbij af. Ik moet eerst nog even zeggen dat woensdag is er weer Love Voetbal Extra. En dan is onze gast, presenteert het samen met Bert van der Poppen, Daan Klinkenberg.
jongen die zich ontzettend goed ontwikkelt in het elftal van Mischa Salde. Ga je vrijdag over zijn kans hebben van vrijdagavond? Ook over zijn kans. Begin daar maar even over te hebben. Ja, daar gaan we het ook over hebben. Komt goed, Kees. En vrijdagavond speelt Volendam de thuiswedstrijd tegen Dordrecht om 8:00. En om 8:30 in de Opperdam speelt de ZVV tegen Lebo. En daar hadden we het straks al over. Die doen het heel goed. Dus die verdienen ook meer publiek. Zaterdag 1 van de RKV die speelt een uitwedstrijd tegen WVHEDW. Ja, dat is bijna het hele alfabet. Ja. Ja. En de Jong Volendam speelt thuis tegen Spijkenisse aanstaande zaterdag. En zondag speelt het zondag elftal een thuiswedstrijd tegen VVW. Dus we zijn weer op de hoogte. We zijn weer op de hoogte. Ja. En ik wil jullie bedanken voor jullie komst. Kees, jij natuurlijk ook. Graag gedaan. Dat je mijn sidekick wilde zijn. En hartstikke leuk. 11 maart zijn we weer terug. Weer op zondag. En ik hoop dat u allemaal kijkt. Dankjewel.